van het titel. Wij zeggen 360 degrees of 360 degrees. Het titel is een titelnummer op de plaat. Blijft daar een, ik heb dat gewoon gekozen, met het klonk goed. Het ziet er mooi uit als titel, het valt op, het is wel geniaal. En we zien er een beetje de manier van werken van ons in. Langs vele wegen op zoek naar uw eigen cirkel maken. Natuurlijk het beginpunt komen, het beginpunt is gewoon winstkost voor ons eigen ding doen. Liefde is er nog altijd, maar de manische de ene. Ja, voor ons zijn we altijd hetzelfde. En veel mensen noemden ons al Minskov ondertussen. Dus we dachten, laat ons dat vereenvoudigen en het eraf laten. Want we moesten ook altijd een weloverwogen uitleg geven bij wat die naam toch wel zou betekenen. Want het klonk redelijk mysterieus aan, terwijl er geen betekenis achter zit. Het is gewoon een naam. En voilà, we dachten, Minskov is krachtiger en duidelijker als we dat overhouden. Energie. Voor ons is het niet altijd duidelijk als we beginnen met een plaat of beginnen met schrijven van nummers waar gaan we uitkomen. We weten wel, we willen iets eigen maken, maar er zijn gewoon geen afspraken rond. De Brit die in Glasgow woont, die wou direct met ons in zee gaan en direct zijn plaat opnemen en zei dat we klaar waren met de nummers, tijd. Hij is naar hier overgekomen met heel zijn studioapparatuur. Hij wou niet in een klassieke studio werken. Hij is wel in een klassieke studio gezeten, maar hij wou niet in een studio werken met een control room. Hij werkt zo dicht mogelijk bij de mensen, zodat het contact snel verloopt. Dus hij heeft zijn eigen studioapparatuur meegenomen, die opgesteld in een ruimte samen met ons. En zo heeft hij de plaat opgenomen. Zeggen dat er veel mensen stemmen. Dat is het hoogste dat we al geraakt zijn tot hiertoe in onze tot hiertoe vele carrière. Ja, dat is tof. We hebben nu al, dat is misschien een understatement, maar we hebben sowieso al bereikt hebben dat we een tweede plaat hebben, dat is al heel belangrijk. En sowieso nog een derde, een vierde, een vijfde en een zesde plaat, en een zevende en een achtste en zo verder. Met onze eigen muziek, dat is wel het belangrijkste, dat we ons eigen ding kunnen doen. En ik wil het groeien sowieso op meer plaatsen spelen en op grotere dingen. Ik heb daar niet echt een bedragje op of een cijfer. Ik eerlijk zelf zeker niet met communiceren is vaak een directe manier. In een gesprek, in een discussie, ja, daar doe ik dan op, denk ik, als ik die uitspraak deed. In teksten, dat is hard werken en dat is in mijn geval 15 keer opnieuw schrijven en dan nog eens opnieuw. En er aan werken dat er sterke beelden in zitten. En dat is mijn ding aan tekst. Dat is iets anders als, ja, dat is ook communicatie op zich, maar. Dat is iets anders dan verbale communicatie ter plekke. Frequenties volgens mij. Ik weet het niet, dan moet je aan Lies vragen.